Een spectaculaire viering van poëzie waar ontroering, passie en humor samenkomen. Maar ook het jaarlijkse strijdtoneel voor de beste dorps-, stads- en eilanddichters van Nederland. De Groot-Goud Stadsdichtersgala en de Grote Prijs van Gouda. Met juryvoorzitter Ronald Giphart, maar waar ook het publiek een belangrijke stem heeft. Chris Bellekom vertelt daar alles over. En wilt u meer weten over Gouda in oorlogstijd, dan kunt u vanaf 28 oktober een nieuwe cursus volgen bij het Gouds Historisch Platform. Erik Kooistra van dit platform is onze gast. Dit is Goudenstad Informatief. En u thuis natuurlijk weer heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudenstad Informatief. Twee mooie onderwerpen vanavond aan tafel. Welkom Erik en welkom Chris. We gaan straks alles van jou horen over stadsdichters en het Groot Goud Stadsdichtersgala. Jazeker. Maar we hebben ook goudologen hier in deze stad. Wat is een goudoloog, Erik? Ja, dat is eigenlijk iemand die heel veel over Gouda weet. De geschiedenis van Gouda. En die de cursus goudologie gevolgd heeft. Ja, en moet je daarvoor in Gouda wonen? Je mag in heel Nederland wonen, of over de hele wereld. Als je in Zuid-Afrika woont, mag je ook gewoon een cursus volgen. Maar het is elke zaterdagavond, zaterdagochtend. Dus het is wel handig om... Om hier in de buurt te wonen. In de buurt te zijn. Het is niet online? Nee. Is dit nou hetzelfde? Want als je goudoloog bent, ben je dan ook stadsgids? Nee, maar de stadsgidsen zijn wel goudoloog. Ja, dus je begint bij inleiding tot goudse kennis? Ja, precies. Als je... niks van Gouda weet, of je weet alles al van Gouda, of je denkt alles van Gouda te weten. Ga de cursus goudologie volgen en dan weet je nog veel meer en dan kom je nog veel meer geheimen te weten. En dan ontdek je alles over de stad. Precies. Ja. Ja. Zijn de cursussen, en straks we gaan daarna praten over die nieuwe cursus die jullie hebben, Gouda in oorlogstijd, maar is die cursus echt voor iedereen bedoeld of is het bijvoorbeeld ook voor leraren die in Gouda lesgeven en wat meer over de stad willen vertellen? Iedereen kan de cursus volgen. We hebben studenten van hogescholen gehad die zelf geschiedenis studeerden en die het leuk vonden om dan van Gouda nog een keer wat extra te horen. Mijn eigen moeder heeft de cursus gevolgd. Is ook goudoloog. En is nu ook goudoloog. Wel eens discussies aan tafel over bepaalde feiten. Dat dan ook weer niet. Maar ja, als je gewoon het leuk vindt om iets over de geschiedenis van Gouda te leren, dan kun je de cursus volgen. En als je ook echt serieus onderzoeker bent of onderzoek wil gaan doen, volg de cursus. Hartstikke leuk. Ja, nou, Gouda is natuurlijk nog steeds een hele boeiende stad. Vorig jaar is er een heel groot feest geweest, 750 jaar, dat het een stad was, stadsrechten had. Daarvoor bestond Gouda natuurlijk ook. Maar er komt een nieuwe, ik weet niet, weet je wanneer voor het eerst in de boeken over Gouda werd gesproken? Rond 1100 dan begint Ter Gouden, Die Gouden, de benaming begint al langzaam aan. Het riviertje is dat. Het riviertje, ja. De Gouden, ja. Oh, jij bent zelf ook goudoloog, Chris? Of nee, ik ben geen goudoloog. Maar je weet gewoon ik heel had veel. Het wel moeten zijn. Maar ik hoorde Erik net zeggen over mensen die denken veel over Gouda te weten. Dus dan, ik denk dat je mij bedoelde. je kan de cursus gaan doen, maar er is dus nu ook een nieuwe cursus. Ja. En die gaat specifiek over een periode in Gouda en dat is Gouda in oorlogstijd. Precies, ja. Is dat alleen de Tweede Wereldoorlog of er zijn natuurlijk meer oorlogen geweest in Gouda? Nee, precies. Met deze cursus gaan we eigenlijk de hele oorlogsgeschiedenis van Gouda bespreken. Ja. Van het ontstaan van de stad. Hè. Gouda begon ooit als een klein dorpje langs een rivier, maar die moest zich ook verdedigen. Dus daar kwam een verdedigingsburcht. Vanaf dat moment kun je dat oorlog noemen, hè, als je aangevallen wordt. Dus daarna begint de geschiedenis van Gouda en is er heel veel gebeurd. Dat wordt in de cursus wordt dat
uitgelegd. Ja. Nou, iedereen weet wel natuurlijk dat er in de Tweede Wereldoorlog heel veel gevochten is. De Eerste Wereldoorlog gaan we het straks ook over hebben. In ieder geval in Nederland niet, want we waren neutraal. Maar zijn daarvoor veel oorlogen geweest rondom Gouda? Er zijn heel veel gebeurtenissen in Holland, ja. Waar Gouda uiteraard in ligt, waar Gouda mee te maken heeft gehad. Er zijn de Hoekse en Kabeljauwse twisten, die kent iedereen uiteraard nog uit het geschiedenisboekje. Ja, weet je ook wanneer ze waren? Lang geleden. Ja. Heel lang geleden. Wanneer waren ze? Jacoba van Beieren, ja. Die naam die kennen we allemaal. Zeker. En op het stadhuis staat ook een beeld volgens mij van Jacoba van Beieren die de kelk schenkt aan de stad, die wij van haar kregen omdat wij haar geholpen hebben in de strijd. En bij Alf aan de Rijn hebben we daar gevochten voor haar. Allemaal van dat soort kleine weetjes en feitjes komen uiteraard. Die komen straks allemaal in de cursus. Gaan we natuurlijk niet. Maar deze cursus, dit deel, de Goudologie 2 heet dat dan. Ja. Daarvoor moet je wel eerst de Goudologie 1 cursus gevolgd hebben. Je moet de vooropleiding gedaan hebben. Precies, ja. Dat zeg je mooi. De Eerste Wereldoorlog is eigenlijk, is er in Gouda ook heel veel gebeurd, ook al waren we neutraal. Gouda kreeg heel veel Belgische vluchtelingen die we onderdak moesten geven. En we hebben daar een heel groot vluchtelingenkamp gehad aan de Graflorisweg. Ja. En dankzij de cursussen die wij in 5-6 jaar geleden gegeven hebben, hebben we daar nu een mooi herdenkingsbord neer kunnen zetten. Dat staat voor die school, dat toch? Dat staat voor de school, ja. En daar staat beschreven hoe dat vluchtelingenkamp daar geweest is. Nou, het vluchtelingenkamp is een van de, daar zie je het plaatje van een van de zalen. Ja. Het kamp heeft een jaar of sinds vanaf 1914 tot 1919 bestaan. Vijf jaar. Ja. Hoeveel mensen hebben daar gezeten? Op zijn hoogste punt 1800. Dat is behoorlijk veel en natuurlijk. En dat waren behoorlijk wat. Ja. En het schommelde een beetje rond de 1400. Op een gegeven moment zijn de mensen die zijn naar andere plekken in Nederland getrokken. En mensen die ook terug naar huis konden. Maar gedurende de oorlog waren dat er zo'n tussen de 1200 en de 1400, zeg maar. Ja. Ja. Dan de Tweede Oorlog, want ik heb wel begrepen dat jullie de nadruk wel op na 1900 leggen in de cursus, klopt dat? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. De eerste les, het zijn vier lessen, de Goudologie, twee lessen. De cursus is altijd vier zaterdagochtenden. Waarbij dan de eerste les, daar gaan we de diepte in en echt even vanuit het verre verleden terug naar, tot aan de Willem-Alexander kazerne die hier in Gouda gestaan heeft. Ja. En dan volgen daarna drie lessen die inderdaad Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog uitdiepen. Met verhalen over het verzet, verhalen over de bombardementen die op de stad hebben plaatsgevonden, de Joodse bevolking. Het Sint-Jozef paviljoen, wat getroffen is ook. Behoorlijk getroffen. Dus in één les van één uur vertel ik onder andere wat daar gebeurd is. Ja. Hebben wij toevallig ook een keer een aflevering gemaakt over het politiebureau in de oorlog. En dat lag, en dat vond ik heel erg grappig, dat lag op de markt. Nou, heel veel mensen dachten dat in Artilegie was. Maar dat lag aan de overkant. Dat ligt eigenlijk als je het stadhuis uitkomt, aan de rechterkant. Ja. Wat mij eigenlijk opviel was dat heel weinig mensen dat wisten. Ja! Ja. dat is dan zo. Dat is het mooie van de Goudologie-cursussen. Ja. Die moet iedereen al volgen en dan kom je meer. 28 oktober begint. Dan begint de Goudologie 2-cursus, maar die zit al helemaal vol. 30 cursisten. En bij genoeg inschrijvingen voor volgend jaar, dan gaan we dat misschien cursus volgend jaar weer geven. Ja. Wanneer begint de Goudologie 1 eigenlijk weer? Goudologie 1, degene die nu gaat komen, dat gaat in januari, volgens mij 6 of 7 januari. Dus als je daarvoor wil inschrijven, dan 12 zondag. Zaterdag. Oh, zaterdag. Ja. 12 zaterdagochtenden. Twee uurtjes, gezellig, kop koffie erbij, elke les. Veel te weten over Gouda. Chris,
Is er een Goudse auteur of een Goudse poëet uit de oorlog of uit de geschiedenis eigenlijk, uit de hele Goudse geschiedenis, ik struikel over de woorden, waarvan je zegt van ja, die moet ook in die cursus. Dat is... Ja, als het specifiek om die Goudologie 2 cursus gaat, zou ik eigenlijk wel willen zeggen dat Leo Vroman er niet te mag ontbreken. Die is natuurlijk juist Gouda uitgegaan vanwege wat hij al vermoedde wat er zou gaan gebeuren in Nazi-Duitsland. En ik denk dat er meer Goudenaars vertrokken zijn rond die tijd. Ja. Dus er is al een kleine exodus geweest. Nou ja, dat is een van de meest bekende Goudse dichters. Dat, en ik denk dat Erasmus ook heel veel heeft geschreven over de oorlog. En de oorlogen die hij heeft meegemaakt. Ik weet dat daar de nadruk niet op ligt. Maar ik denk dat dat wel twee belangrijke namen zijn die in een Goudologie-cursus qua poëzie niet mogen ontbreken. Nou, die zitten er waarschijnlijk in. Zeker. Jij zei in de Tweede Wereldoorlog een exodus aan dichters en schrijvers die de stad verlieten. De poëzie is helemaal terug in Gouda. Ja, die exodus die hebben we weten om te keren. Ja. Nou, wil ik dit natuurlijk niet met de Tweede Wereldoorlog vergelijken. Dat moeten we absoluut niet willen. Maar wat we hebben gedaan is, een aantal jaren geleden zijn Pieter Stroop-Verene en Jeffrey Vergene en ik en Kim van Egmond, die er later bij is gekomen. Die zit op de bank te kijken. Hier, ja, dus voor de mensen die denken van waar kijkt hij naar? Ja. Die kijkt naar Kim op het bankje. Zijn wij begonnen met het organiseren van een gala in Gouda. Een groot Gouds stadsdichtersgala. Dat hebben we gedaan omdat wij het ongelooflijk leuk vonden om heel veel van die stadsdichters, want ja, je kan wel in Gouda stadsdichter zijn, en dat was Pieter toen de tijd, maar die vond het juist zo leuk om zijn collega's in de landen te leren kennen en om te weten wie het dan allemaal zijn. En ook een beetje om de strijd met ze aan te gaan. Ja, een battle. Het is een nationaal gala dus? Ja, het is een nationaal gala. We treden al voor 5 jaar achter elkaar ongeveer 30 à 32 stadsdichters op. Ja. Stadsdichters, dorpdichters, provinciedichters, iedereen die dichter is, een beetje plaatsgebonden. Ja. Nou heb je vaak dat in Gouda heb je dus ook een stadsdichter. Bodegraaf Reewijk had je een dichter. Ja, heeft iedere gemeente is in Nederland? Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar is er nou in iedere gemeente in Nederland wel een officiële stadsdichter? Niet. Jammer genoeg niet. Het is wel iets wat we met de Stichting Stadspoëzie, die hierachter zit, wat onze doelstelling is. Ja. Wij willen graag dat iedere gemeente, let op, wel gemeente in Nederland, een eigen stadsdichter heeft. En soms wil het ook wel lukken. Dus dat betekent dat niet iedere stad een eigen stadsdichter heeft, of iedere dorp een eigen dorpsdichter. Maar als iedere gemeente een eigen dichter zou hebben, zou dat wel ontzettend gaaf zijn. Want poëzie is echt iets wat het onzegbare zegbaar maakt. En het staat vaak ook niet alleen de politiek, maar ook burgers bij bij speciale gelegenheden. Ja. Heb je het idee dat de poëzie weer wat populairder aan het worden is? Ik heb echt het idee dat dat het geval is. Ja. Ja. Zeker vergeleken met 1 jaar of 10 geleden. Ja. Ja. Maar niet de minste mensen komen naar jullie gala. Want even weer terug naar de gala, is in de Goudse Schouwburg. Ja, klopt. Het is voor 2e keer in de Goudse Schouwburg. Hebben we vorig jaar voor de eerste keer in de Goudse Schouwburg gehouden. In Waar de kleine zaal. Waar werd het gehouden? Hebben we in de chocoladefabriek gedaan. Ah, okay. Ja, kijk, je moet klein beginnen met zo'n festival. Je weet niet hoeveel mensen er gaan komen. Nou, tot aan 2, 3 keer toe was het daar bomvol. Dus uiteindelijk zijn we uitgeweken naar de Goudse Schouwburg. Daar hebben we de kleine zaal. Daar passen 250 mensen in, ongeveer. Ja. Maar ja, 30 dichters eraf. Dus er zijn inderdaad maar voor 200 mensen kaartjes. Zijn er nog kaartjes even? Heel beperkt. Ik geloof dat er nog maar een paar zijn. Ja. Dus we moeten al nu tegen dichters zeggen, jongens, neem je kinderen niet mee, want die zitten dan op betaalde plaatsen. En die moeten dan op kussens op de grond. Dus er zijn echt nog maar beperkt een paar kaartjes. Ja, er zijn verschillende prijzen, want je zei zelf al, het is ook een battle. Het Welke is prijzen zijn er? Een battle, ja. Er is een eerste, tweede en derde prijs. Ja. Er is een persprijs en die hebben we speciaal dit jaar omgedoopt tot de Marianka Peters persprijs. Ja. Want Marianka die droeg ons altijd een heel warm hart toe. En ter ere van haar hebben we de persprijs op die manier omgedoopt. Ja, en voor wie niet weet wie Marianka, het is bijna niet mogelijk natuurlijk in Gouda. Als je Goudenaar bent, weet je wie Marianka Peters is. Die zit vast zeker ook wel in de cursus. Die zit ook in de cursus, ja? Nee, maar goed dat ze even genoemd wordt. Ja, precies. Het is een van de bekendste Goudse journalisten. Ja, helaas vorig jaar. Helaas vorig jaar in maart overleden. Ja.
Goed, een speciale prijs voor speciale haar. Speciale prijs namens haar. Ja? Die heeft ze vorig jaar met veel plezier uitgereikt aan Victor Meijer, de Haagse poëlier. Die is namelijk poelier en stadsdichter. Poëlier. Dat is een heel mooi woord. En zo zijn er nog wel meer rare eenden in de bijt, of vreemde eenden in de bijt. Ja. En er is ook een publieksprijs. Er is een publieksprijs. Ja, uiteindelijk de eerste lichting wordt bejureerd door onder andere Ronald Giphart. Niet de minste. Niet de minste. In de tweede lichting wordt er door het publiek bepaald. En de derde lichting wordt echt met pingpongballen. Pingpongballen? Ja, we gaan gewoon... Waarom moet ik me daar met pingpongballen voorstellen? Nou, iedereen krijgt één bal en één bal is één stem. En ik kan je dan gooien... Als er nog drie kandidaten zijn, dan lopen ze langs Dan kun je wel in een bakje. Oh, het is niet dat je het naar de dichters... En dan dichters, de plekken worden de ballen helder geteld. En zo heeft dus vorig jaar je Nike zomer met één bal verschil gewonnen van Jesse Laporte. Dus de stadsdichter van Den Helder heeft gewonnen van de stadsdichter van Arnhem. Ja, heel spannend. Ik las me natuurlijk in de voorbereiding. En jij bent eigenlijk trots dat je zelf geen stadsdichter bent. Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, ik heb het twee keer geprobeerd. Ja? Want in alle gekkigheid, mensen zeggen, je moet meedoen. Ik ben twee keer meegedaan. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat niet geworden ben. En ik ga dat ook nooit meer doen. Nee. Nee. Het is een prachtige functie en ik gun het iedereen. En ik zie van heel dichtbij wat het je kan brengen en wat het doet. Maar ik... Persoonlijk vind ik het wel fijn dat ik al die beetje stiekem stoute dingen daarbuiten kan doen zonder keurslijf. Begrijp ik. Je bent wel lid van het dichterskabinet? Stadsdichterskabinet, opgericht door Pieter Stroopverenen. Ja, dus daar hebben we ook hier in Gouda al heel veel initiatieven ontplooit. En even de initiatieven die ik zelf doe, samen met onder andere Jeffrey Vergenen, is Dichters op Donderdag. Eén keer de maand op donderdag hebben we een literair café met allemaal beginnende dichters en ervaren dichters. En dan staan we tegen de ramen aangeplakt in het IJsselhuis. Helder. Ongelooflijk gezellig. Ja. Maar nu zijn we bezig met het organiseren van het Groot Goudse Stadsdichterschap. 29 oktober op zondag. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Ja, en het is een dagvullend programma. Dus het is van 2 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Gezellig. Waar kan je terecht als je nog een kaartje wilt? Bij de Schouwburg zelf natuurlijk. Bij de Schouwburg, gewoon op de site van de Goudse Schouwburg. Goudse Schouwburg. De cursus is vol, maar wel opgeven, want er komt er misschien een tweede. Dat sowieso, ja. Welke website kan je meer informatie vinden, ook als je gewoon Goudenloog de eerste cursus wil volgen? www.historischplatformgouda.nl www.historischplatform. En anders gewoon op Google even goudologie zoeken. Ja, met een O, hè? Met een O. Ja, je wordt goudoloog. En dan vind je het ook. Ja. Heren, heel dank voor jullie aanwezigheid. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan, En u thuis natuurlijk ook weer heel fijn dat u erbij was. We zien u graag terug. De volgende aflevering van Goudstad Informatief. Tot dan, dag.